Hier beneden staat een boksring. En dat kan maar één ding betekenen. We zijn in Frankfurt. Nou hebben ze op meerdere plekken buiten Frankfurt boksringen. Dit is zo. Maar we zijn hier voor de Switch. En in dit geval voor ARMS. Een van de launch games van de Nintendo Switch. Die op 3 maart in de wereld verschijnt. Ja. En wij hebben de game gespeeld. En dat deden we in het begin helemaal verkeerd. Want wij gingen er als een Wii Boxing-achtige game in. Ja, we gingen er te Wii Mode. Je verwachtingspatroon is een beetje gezet door de Wii. Weet je wel, Wii Sports met het bowlen. Dat is echt gewoon, ja, gewoon smijten door die plasma televisie heen. Ja. Dat hoeft niet meer. Nee. Want, ze zijn wel geconditioneerd. Ja, nee, want de Switch is een soort van smeltkroes van alle dingen die Nintendo ooit heeft gedaan. Er zit een beetje Wii Motion Plus in, er zit sowieso de Wii in, er zit natuurlijk een beetje Wii U in door het scherm. Maar bij ARMS is het vooral echt toch wel die Wii-achtige bewegingen, maar die zijn nou echt heel erg verfijnd. Ja, heel subtiel en een hele steepe, steile leercurve. Ja, het is natuurlijk een boxspel. En dan moet je natuurlijk naar elkaar uithalen, maar je hoeft niet helemaal te gaan lopen zwaaien. Je kunt gewoon een beetje meer, weet je, à la Rocky, gewoon poep poep, snel, weet je wel. Ja, het is ook best wel een diepe game, want wij bij Wii Boxing vroeger echt alleen maar kon slaan en een beetje losgaan. Er zijn heel veel knoppen ook gewoon. Het is echt gewoon een moeilijke, diepe game. Nou ja, je hebt natuurlijk voor het eerst die controle vast, dus dat is al een beetje anders. Maar dan heb je een knop om te dashen, je hebt een knop om te springen, je hebt een houding om te blokken. Je moet links en rechts bewegen om je karakter te sturen. En dan is er dus ook nog eens een keer een soort ultimate die je in kan zetten. En dan heb je klappen die je kunt geven. En klappen die je nog een curve kan geven. Dus ja. Jezus Christus. Ja, en het was dus ook heel erg moeilijk. Ik was helemaal aan het zweten. Dat is totaal niet de bedoeling. Mensen die wij hier spreken zeggen ook, je moet het lang spelen. Je moet aan je characters leren wennen. Je moet je characters leren kennen. En dan pas word je echt goed in het spel. Wat voelde je bij ARMS? Al die armen. Ja, vooral mijn armen inderdaad. Het heeft wel een speciaal iets, want het is wel een soort van typische fighting game. Maar je hebt verschillende fighters die allerlei verschillende armen in kunnen stellen. En daar zit waarschijnlijk nog wel wat tactiek achter. Dus het is niet alleen maar rammen en wachten tot die meter leeg is en je ultimate gebruiken. Het heeft wel iets meer van, dus dit is een hero die dit en dit doet. En als ik die arm neem, dan kan ik beter curves maken. En met die arm kan ik misschien beter ultimates doen of zo. Dus ik weet niet, er zit wel wat diepgang in, maar ik ben benieuwd hoeveel. Is het een game die je voor €60 gewoon koopt en bam, een jaar lang speelt? Of is het, weet je wel... Ik weet het niet. Ja, ik vind het ook moeilijk, omdat er verschillende heroes zijn die we natuurlijk nog helemaal niet de tijd hebben gekregen om te leren kennen. Dat gaat straks komen in de review. Ja. Maar ik vind het een beetje het Splatoon-equivalent van boksen. Weet je, Splatoon, als mensen dat zien, denken ze ook eens een kiddiespel. Maar dan speel je het, dan is het gewoon wel echt een shooter, maar dan met een twist. Ja. En dat heb ik met ARMS ook een beetje. En de characters lijken er ook een beetje op. Ja, het is een Street Fighter, maar dan kiddie, maar toch ook weer niet, want er zit wel diepgang in. Ja. Dat is, ja, ik weet het nog niet. Nee. Ik vind, Splatoon vind ik heel erg flashed out en dan heb ik echt het idee van dit is echt fantastisch. Bij ARMS weet ik niet of je dat heel lang, avondenlang online gaat spelen. Vooral ook omdat je gewoon op een gegeven moment, je wil je armen voelen. Dus. Ja, maar dat moet je dus juist niet doen, want dat is dus onze fout. Ja, maar je bent toch aan het bewegen. Ja, dus als je goed bent in deze game, beweeg je bijna niet. Ja. Dus dan doe je maar wel van die armen dat je denkt van, jezus, hoeveel, inhoudelijk. Lekker inhoudelijk. Nee, maar ik vind ARMS nog wel een beetje een twijfelgevalletje. Dit heeft niet die air van, het is meteen een hit. Nee. Maar het heeft wel inderdaad wat je zegt van iets meer diepgang, wat op zich wel goed uit zou kunnen pakken. En waarschijnlijk Nintendo fans kennen, er zijn er weer een aantal mensen die er 100.000 uur in gaan stoppen en dan wereldkampioen ARMS zijn. Ja, dan heb je hele sterke armen. Ja. Absoluut. Nou, to be continued. Richting de release van 3 maart gaan we natuurlijk uitgebreider aan de slag met ARMS. En dan check je ook de review bij ons op Gamersnet.